mag gewoon 80 pk achter, hè? Zo hard gaat hij zo nu. Ja. Moet je kijken, er bestaat ook gewoon niet uit een normale staart, maar uit twee buizen. Ik zou hem in ieder geval even op de handrem zetten. Welkom terug, dames en heren. Vandaag een serieus probleem met de bijboot. Want deze is begonnen met plakken. Als je hem dan aanraakt, is het net alsof je een stuk tape heel lang ergens op hebt laten zitten. Je haalt het eraf en dat je hand eraan vast blijft plakken. Dit duidt op een probleem met de weekmakers in het PVC. En dan gaan we de dealer bellen en die blijkt failliet te zijn. Hoe gaat dit aflopen? Ik zou zeggen, ga ervan zitten en blijf kijken. En dan gaan we zien hoe het afloopt. Welkom bij Just Marine, de nummer 1 in watersport. Een ogenblik geduld alstublieft. Goedendag, dit is de voicemail van... De ene keer krijg je de voicemail en de andere keer krijg je dat ze gesloten zijn. We nemen dit gesprek op voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Neem ik ook op. Goedemiddag, Suzuki Nederland, waarmee kan ik u van dienst zijn? Hoi, goeiedag. Je spreekt bij Ruud Zwaagman. Ik had een vraag over de Niemarine rubberboten. Nu heb ik dus een probleempje dat de boot plakkerig aanvoelt. Dus ik denk, ja, dan bel ik even mijn dealer. Maar ja, die is failliet. Dus ik denk, dan moet ik toch bij jullie gaan vragen wat ik hiermee kan. Ja, dat snap ik. Goed dat u ons belt. Wat, meneer Zwagerman. Ja. Wij kunnen eigenlijk ook niks voor u bedenken. Wij doen natuurlijk vinden. Ja. Moet u echt naar een... Ja, ik denk een watersportwinkel of zo, iets dergelijks, waar de boten verkocht worden. Ja, ja, dit was... U mag Joey van Rienderhof wel bellen, wellicht kan hij u verder helpen, maar hij ja, kan niks met de boot. Nee. Hij zei wel, ik hoor het de laatste tijd vaker. Oké. Met dat de boot plakt. Ja, dat klinkt niet veelbelovend, laat ik het zo zeggen. Nee, hè? Nee. Kan ik u gewoon het telefoonnummer geven van Rien de Wolf, van Joey? Ja, dat mag. 020. We gaan dus nu Joey bellen. En dan hopen we wat meer te kunnen. Rien de Wolf, Joey. Hey Joey, goeiedag. Je spreekt met Ruud Zwageman. Als het goed is, dat jij net contact gehad met Suzuki Nederland... Ja, die hebben mij gebeld. Ja. Ja, het enige wat ik kan zeggen, je moet denk ik toch contact opnemen met die... Ja. Maar dat hij niet bereikbaar is. Want hij heeft een doorstart gemaakt, dat zie je nu ook op internet. Ja. En anders zou ik gewoon naar zijn bedrijf rijden. Ja, ja. Mocht ik daar dus niet verder komen, althans dat lijkt me natuurlijk sterk, maar stel dat het toch zo is, dan moet ik toch weer aankloppen bij Suzuki Nederland, of? Je mag contact opnemen met mij dan. Oké, nou, ja? Helemaal goed. En natuurlijk volgen we Joey's advies op en vertrek ik naar Heerdegewaard. En hier zie je wat er toen gebeurde. Ja, ik ben nu dus in Heerdegewaard, als het goed is bij Just Marine. Nou, ik loop dus even langs de deur. Ze zitten namelijk naast een officiële Suzuki dealer. Maar weinig reactie. Er is ook niemand aanwezig. Er zit ook een soort ringbel, maar ook daar wordt niet op gereageerd. Het is een kort rondje voor niks eigenlijk. Ja. Maar goed, dan kun je in ieder geval zeggen dat ik er alles al gedaan heb. We gaan weer richting auto en dan gaan we weer vertrekken. En dan gaan we ons weer melden bij Joey van Suzuki Amsterdam. Ik ga, als het goed is, zometeen mijn nieuwe bijbootje ophalen. Zijn er bijna? Blijf kijken. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Een machine, wat een winkel. Ze hebben echt hoop. Ja, ik kwam eigenlijk voor Joey. Die is achter hier. Super, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Joey, ik ben Ruud. Dag Ruud. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb de papieren nog niet. En omdat Joey nog niet klaar is met de papierwinkel, geeft dat ons mooi de gelegenheid om een kijkje te nemen in deze gigantische winkel. Want ze hebben niet alleen maar bootjes en motoren, maar een hele complete kampeerafdeling met kleding, schoenen en daarnaast apparatuur wat je nodig kan hebben in zowel camper als boot. En daarnaast ook nog een serieuze viswinkel.
tijd om eens even een kijkje te gaan nemen. Het is ongelooflijk hier, toch? Geinig. Koffie. Ga even een rondje doen. Siegels is een van de oudste motortjes die ik maar ken. Moet je kijken, er bestaat ook gewoon niet uit een normale staat, maar uit twee buizen. Is al een luxe hoor, met zo'n gashengeltje. Vroeger hadden ze vaak ook zo'n gasgeefsysteem. En dit zijn echt van die dingen die blijven naartoe, altijd. Boven, moet je kijken, dit is de afdeling met hengelsport en watersportbootjes. Het is natuurlijk een modern bootje, maar het is ook weer een beetje teruggebracht naar een oud bootje, zeg maar. Met al het hout erin. Het ziet er best wel heel gaaf uit. Op bergrijding. De beste, hè? Dan gaan we weer terugzetten. Ik zat te denken, voor draad, ik heb natuurlijk die rare video's aan het maken, dat ik die snoek aan het wil binnenhalen, zeg maar, of in ieder geval de actie wil filmen. Ja, wat nou als het lijntje breekt, dan ben ik mijn bootje en mijn camera kwijt, hè. Keuze zat, denk ik. Wat ik voorheen natuurlijk heb maar gedaan voor de video. Dit is er eentje, die kan je gewoon werpen. Camera. Gaaf, hè. Ik ben alleen benieuwd naar het beeld. Oh, wat verbouwden wij dit? Kitty? Boudewijn die is helemaal gek op de karpenvis, dus die moet hier ook maar een keertje gaan kijken. Ken je hem nog uit de video? Serbo GX. Dit is eigenlijk je communicatiebox en hier gaat dus ook je touchscreen op. Dus al die componenten die je dan hebt, die komen aan op die Serbo. En die Serbo die stuurt dat weer naar je touchscreen, waardoor je alles kan bedienen. Heel mooi ding. En buiten dit enorme aanbod aan artikelen, kan je hier ook heel goed terecht voor onderhoud aan boot en motor. We hadden dus een probleem met de rubberboot, die plakte. En toen werd ik hier naartoe gestuurd door Suzuki zelf. Toen zaten ze nog in Amsterdam, kreeg ik Joey aan de lijn. Want degene waar de boot vandaan komt, dat is Just Marine, die is failliet. Die kon me niet meer helpen. En toen heeft Joey het op zich genomen. En die heeft ervoor gezorgd dat hier een nieuwe rubberboot staat. Ik zal zeggen tegen Sam dat je ronddraait. Ja, is goed. Doeg! Doei! Hoe zit dit nou weer? Er zit zo'n 13-polige stekker aan. Ik rij hem eerst even een stukje naar voren. We hebben natuurlijk een verloopje nodig. Want ik heb nog een oude stekkerdoos. Dat is eigenlijk helemaal niet oud, maar... deze moeten we dan even ompolen. Van 13. Zul jij dat nou doen? Dat moet dan draaien. En een normaal mens zet dat eerst in elkaar. Maar nee, super makkelijk. Klik. Klaar. Hop. Dan kan je ze niet kwijtraken. Altijd fijn. En als je dat zo doet, kan je hem ook nog vastklikken. Net als bij die oude is dat. Het is het moment, jongens. Zonder motor ga ik naar de boot toe. Het is even niet anders. Het is nogal druk in de haven. Ze zijn alle bootjes te water aan het laten. Dus dit was een hele slechte timing voor mij. Maar ik ga er nu in. En dan roei ik gewoon naar mijn boot toe. En dan ga ik daar wel even stoeien hoe ik het voor elkaar ga krijgen. Dat weet ik nog niet. Het wordt een verrassing. Ik ben nou aan de goden overgedragen. Waarom zit die pedal er nou nog niet op? Naar de mazzel! De nieuwe boot kreeg ik mee op een trailer die ik dan tevens te leen heb van Joey. Om de nieuwe boot naar de jachthaven te brengen. Zodat ik vervolgens de oude boot weer mee kan nemen op de trailer. Zodat deze weer bij Joey terecht komt. Dat noem ik nog een service. Top houden! Wacht even. Beetje, probeer een klein beetje de boot anders. Ook goed. Eitje, 5 minuutjes werk. In ieder geval,
superservice hier bij Joey. Die heeft het toch even geregeld in plaats van die Just Marine. Die heeft ons mooi laten zitten. Dus, goede zaak. We komen hier nog een keertje terug. Maar voor nu, bedankt voor het kijken. Abonneer nog even op het kanaal. Doe een duimpje omhoog. En dan zien we elkaar terug bij de volgende.